In deze video hebben wij het over het nieuwe restaurant van Walibi Holland, Yummy Tummy. Een hele goede avond, lieve mensen. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Theme Park Late Night, de pretpark talkshow op YouTube. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat zouden wij nog steeds heel leuk vinden. Zeker! Ja, in deze video gaan wij het hebben over Yummy Tummy. Yummy Tummy. Het vernieuwde restaurant in Walibi Holland eigenlijk. Want het was ooit Club Wap, maar nu is het Yummy Tummy. Nu is Yummy Tummy, ja. Wij hebben eigenlijk 100.000 lyrische berichten gezien van die persopening van het Yummy Tummy. Ja, mensen waren echt heel enthousiast. Stiekem vond ik het best wel jammer dat wij er niet bij waren. Want Walibi liep daar rond in een roze jasje. Ja, een roze jacka, ja, die Walibi. God, wat was ik met die graag op de foto geweest. Helaas pindakaas. En ik had ook gehoord dat je een soort van roze bril had gekregen of zo. Ook nog. Had ik met mijn roze bril met Walibi op de foto gekund. Ja, helaas pindakaas. En toen dachten wij, wij hebben een abonnement. Wij blijven niet weg uit Walibi. Wij gaan lekker gewoon zelf daar kijken. Dus bij ons krijg je die echte experience. Wij hebben de ervaring van de normale bezoeker. Ja, want we kwamen daar aan. Wat vond je ervan? Nou, de buitenkant hadden we natuurlijk al gezien. Het is heel kleurrijk. Ja, het is lekker roze. Dat is mijn lievelingskleur. En toen gingen we dus naar binnen. En toen merkte ik toch wel dat ik wel hele hoge verwachtingen had door de beelden die ik had gezien. Maar toen we er binnenkwamen dacht ik, oh ja, het is wel, we zijn wel in Walibi. Maar alsnog, voor Walibi begrippen, is het echt een heel mooi restaurant. Nou, maar Teamfood was dus ook al geweest eigenlijk voor de persopening. Toen was het restaurant wel al open. En op hun video vond ik het dus ook heel goed eruit zien. Dus ik denk dat het misschien gewoon op beeld heel goed gaat. Ja, maar het is sowieso eigenlijk een heel goed fotogeniek Instagrammable plekje eigenlijk. Ja, het is gewoon een Instagram hotspot. Dat is toch ook het hele idee eigenlijk. Je komt zeg maar binnen. Ze hebben een soort van food trucks. Een soort van kleine steentjes geprobeerd te maken. Ja, echt wel een beetje festival vibe. En dan heb je, als je dan naar links gaat, heb je een heel groot zitgedeelte. Het is nog steeds een beetje vreedschuur, maar het is wel echt leuk roze. En gezellig Barbie. Barbie vreedschuur. Nou, eigenlijk ben ik daar helemaal mee eens inderdaad. Het is nog steeds vreedschuur, maar wel gezellig. En je hebt dan ook nog, als je binnenkomt en je gaat naar rechts, daar is een heel soort van koffietent bar gedeelte. En dat is helemaal groen en dat ziet er eigenlijk ook hartstikke leuk uit. Ja, en dat bedoelde ik net ook met dat Instagrammable. Eigenlijk elke hoek kun je wel een leuke Instagram foto maken of zo. Eigenlijk wel, ja. Het popt er wel maar uit. Is het dan nu tijd voor de food reviews? Ja, want het was hartstikke mooi weer toen wij er waren. Dus wij hebben wel buiten gezeten. Ja, sterker nog, wij hebben eigenlijk de hele middag daar op dat terras gezeten. Een beetje kijken naar die fontein die mensen aan het nat spuiten was. Ja, we hebben dus meerdere rondes aan eten en consumpties tot ons genomen. Eigenlijk wel. Het was eigenlijk best een gezellige middag. Allereerst hadden we die Korean fried chicken en samosa's erbij besteld. En wat ons eigenlijk ook gelijk opviel, is dat het eigenlijk helemaal niet zo duur was. Nee, dat viel mij inderdaad ook mee. Die prijzen waren best schappelijk. Volgens mij hebben we iets van €8 betaald voor deze dingen. Ging dan wel met je abonnementskorting vanaf. En dan hadden we twee van die gerechtjes eigenlijk. Ja. Het voelde ook een beetje alsof we tapas aan het eten waren. Ja, een soort snacken. Over het eten, ja, het is niet de beste fried chicken die ik ooit heb gegeten. Maar ik snapte de hype op zich wel voor pretparkvoedsel. Ik dacht, het heeft een soort Asian flavor. Ja, en er zat natuurlijk barbecue saus op. Jij miste eigenlijk een beetje de Aziatische vibe. Ja, en toen hadden we nog samosa's. Ja, het zijn gewoon driehoek lumpia's, maar wel hartstikke smullen. Vervolgens hadden we ook wel een beetje dorst gekregen. En toen kwam eindelijk het moment. Jij hebt voor het eerst lekkere koffie gedronken in Walibi Holland. Ik heb daar ook denk ik de slechtste koffie ooit in een pretpark een keer gedronken. Zo goor dat ik moest weggooien. Maar dat is een ander verhaal. Ja, ze hebben dus nu daarbinnen een soort hele Starbucks. Dus het is niet met een barista. De koffie komt wel echt uit de machine. Maar het was alsnog smullen, man. Want ik had gewoon eindelijk een iced koffie. Gewoon koffie met ijsklonten. En met havermelk. Jij begrijpt niet hoe fantastisch het is. Ja, ik drink geen koffie, maar ik ben heel blij voor jou gewoon. Ik was super gelukkig. Verder hadden we ook de limonade. En je had nog zo'n Starbucks frappuccino. Ik vond het wel een beetje zielig, want ik ging dus die drankjes bestellen. En het duurde allemaal best wel lang om te maken, omdat ook, ja, die Starbucks dingen, die hebben allemaal poespas en zo erop en aan. En zij stond daar in haar eentje. Dat vond ik silly. Denk, nee, eigenlijk moet je daar met z'n tweeën staan. Nou, volgens mij heb ik dat vaker gelezen op Twitter, hoor, dat die mensen daar best wel vaak alleen staan. Maar het lijkt me ook helemaal niet gezellig. Sta je daar in je eentje de hele dag. Vervolgens hadden wij natuurlijk nog een beetje honger en lekkere trek in een snack. En toen hebben we gekozen om nog wat nachos te bestellen. En misschien goed om te vertellen, als je dus bij een van die kramen iets bestelt, dan krijg je zo'n UFO mee. Ja, dus dan kan je gewoon lekker chillen en als dan je eten klaar is, dan loop je met je buzzer naar het hokje toe. Ja, en daardoor ontstaat er dus niet zo'n ophaalrij, wat je ook vaak bij de McDonald's ziet, weet je wel. Dat er allemaal mensen zo staan te wachten van wanneer is het klaar? Nu kun je gewoon gaan zitten op je plek en als die gaat buzzen, dan kan je het ophalen. Ja. Maar wat vond je van de nachos? Ja, prima. Ik vond het niet goud, maar ik vond het wel 7. En ze hebben dus bij die bar waar je die Starbucks kan halen ook cocktails. Wij moesten gewoon nog rijden, dus we wilden geen alcohol drinken. Die waren populair. Die werden voor mijn gevoel aan de lopende band besteld. Ja, het is lekker tanken daar, denk ik. Ik krijg er een beetje La Cubanita vibes van. Ja, ik ook. Had je vroeger altijd €5 voor een cocktail. Ja, nou hier zijn ze 8,50 hoor. Vind ik echt niet duur. En toen gebeurde er nog iets opmerkelijks, hè? Nou, er is eigenlijk echt iets raars gebeurd. Wij zaten daar namelijk en op een gegeven moment dacht ik maak even wat
wat shotjes. Shotjes? Nee, sorry. Nu wordt het onduidelijk. Nee, ik dacht, ik maak even wat beelden, want die kunnen we dan gebruiken hier in Team Park Late Night. Dus ik zat lekker buiten te chillen en jij ging even werken. Ja, dus ik sta daar binnen, gewoon een beetje de sfeer te filmen. En op een gegeven moment roept een medewerker naar mij, je mag hier niet filmen. Dus ik schrok er een beetje van. En toen kwam er een andere medewerker bij en die zei, je mag geen medewerkers filmen. En toen dacht ik, huh? Ik sta hier in de meest Instagrammable plek van heel Walibi en ik mag hier niet filmen. Ja, vet heftig. Maar ook niet zeg maar op een gezellige manier dat je aangesproken werd. Ja, ik vond het niet heel beleefd, nee. Dus vandaar dat ik alle medewerkers voor de zekerheid maar gewoon even onherkenbaar heb gemaakt in deze video. Ja, als dat het probleem is, dan is het zo helemaal opgelost. Toen kwam jij dus naar buiten en toen vertelde je dat verhaal en toen dachten we, wat is dit nou weer? Dus wij even zo die regels opzoeken. Regels voor vloggers en bloggers. Zijn we niet, maar goed, dachten dit geldt waarschijnlijk ook voor ons. Ja, en we moeten toegeven, daar staat in dat je niet ongevraagd medewerkers mag filmen. Vandaar, ja, we hebben ook geblurred, prima, als zij niet willen dat film dan. Ja, wij zijn ook de moeilijkste niet. Het staat blijkbaar in de regels, maar dat wist ik ook gewoon niet. Nee. Maar ik vind het een beetje een vaag verhaal. Nou, weet je wat ik dus vooral suf vind? Kijk, je bouwt een soort van hele Instagram toko. Ja. Dus je denkt, oh, ik ga lekker dat mensen Instagram en leuk TikTokjes maken. Het is natuurlijk prima dat ze hun personeel soort van willen beschermen. Dat is allemaal helemaal goed. Dus dit is eigenlijk een TPLN waarschuwing. Ja. Als jij denkt, ik ga leuk een Instagram reel of een TikTok maken over Yummy Tummy, let wel op. Maar ik heb natuurlijk wel gelijk een beetje gecheckt bij andere parken wat er dan in het reglement staat. En de Efteling en Toverland hebben dit er niet in staan. En ik snap het ook, hè. Als ik achter een medewerker in Walibi aan ga lopen met een camera, dan snap ik dat het irritant is. Dat doe je niet. Je hebt gewoon respect. Maar een shotje van een kraam waar je in staat te werken. En dan zijn we eigenlijk nog niet eens bij het allergrappigste aangekomen. Ja, want wij zaten lekker in die regeltjes. Dus wij waren lekker aan het lezen daar op het terrasje bij de Yummy Tummy. En blijkbaar staat er in de vloggerregels van Walibi. En ik ga het er even bij pakken, zodat ik het goed voorlees. Negatieve uitingen over het park, de attracties en of personeel worden niet gewaardeerd. Dit is het meest onprofessionele wat ik ooit in regels heb gelezen. Gewoon. Ja, je mag komen vloggen, maar eigenlijk moet wel positief zijn. Nou, dit heb ik ook even gecheckt bij de andere parken. Ja. Ik heb geen enkel ander pretpark gevonden waar dit in de regel staat. En terecht. Waar slaat dit op? Maar als je zeker weet dat je een heel goed product aanbiedt, dan hoef je dat toch niet erin te zetten. Ja, ik vind het echt hilar. Maar door dit hele fiasco hebben wij dus wel even goed gelachen op het terras van Yummy Tummy. Ja. En nogmaals, als mensen niet in beeld willen, dan blurren we ze gewoon. Maar wederom gaat het weer om de toon en de manier waarop. En dan ook die regels erbij. Het is weer lekker typisch Walibi. Het spreekt gewoon boekdelen, snap je? Dat vind ik gewoon grappig. En die toon, denk ik, wie heeft dat dan zitten typen? Wie heeft dan bedacht, oh ja, we moeten regels hebben voor vloggers en bloggers? Die moet ook wel positief zijn. Ik vraag me wel af hoeveel vloggers en bloggers er op dit moment eigenlijk een overtreding zijn in hun ogen. Al met al hebben wij nog best een gezellige middag gehad in Yummy Tummy. En lekker gesnackt. En ik kan me echt voorstellen dat we daar vaker even een snackie halen. Ik vind nu de food highlight van Walibi Holland, hoor. Nou, en dat zijn grote woorden voor uit jouw mond. Amen. Laat in de reacties weten of jij al bij Yummy Tummy bent geweest. En welke snack jou het lekkerst lijkt. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond. Slaap lekker en tot de volgende keer. Doei!